Hallo iedereen! Een keer kijken. Kan er even iemand bevestigen of dat jullie mij horen? Hallo, dag Tamara, dag Aniek, dag Petra. Hallo, dag Aurélie. Oké, alles werkt. Dat is goed om te horen. Hallo iedereen, een hele goede avond. Ik ben blij dat ik er terug bij mag zijn. Samen met 100%. We gaan misschien nog een klein beetje wachten tot er nog wat meer kijkers zijn. Het is al leuk om al jullie berichtjes te lezen. Dag Sophie, dag Catherine. Oké, ik heb al mijn haar vastgedaan. Dat is altijd gemakkelijker om make-up aan te brengen. Dag Vicky. Leuk dat jullie er weer allemaal bij zijn. Dag Ria. Oké, we gaan eraan beginnen, hè. Goed. Dus haar vastgedaan. Het is bijna geplamuurd. Ik heb er heel veel gel en haarlak op gedaan. En ik heb ook al een beetje dagcrème aangedaan. Wat dat ook kan, is eigenlijk om te starten met Le Fixeur. Dat is ook zeer leuk om... dat je gezicht al een beetje vochtig is. Maar ik ga dit keer eindigen met Le Fixeur. Oké, let's go. Dus... het begin, het is altijd... we beginnen altijd met het gezicht en ik begin altijd met de concealer. Mijn favoriet. Ik gebruik de 2.0. En iedereen weet denk ik ondertussen wel al waar dat je die concealer aanbrengt. Ik ga ook mijn borstel een klein beetje nat maken. Ik ga dat ook doen met die Le Fixeur. Ik heb graag dat dat een beetje vochtig is. En dan ga ik de primer... aanbrengen onder de ogen. Je mag echt wel rijkelijk smeren met primer. Ook aan de neusvleugels is het soms een beetje rood. Ziezo. Dus onder de ogen breng ik dat rijkelijk aan. Aan de neusvleugels en dan overal waar je rode plekjes hebt of vlekjes waar je zegt, dat mag ook wel verdwijnen. Ziet zo. Concealer. Sorry, ik heb mij versproken. Het is dus de liquid concealer dat ik gebruik, hè? 2.0. Zo, dus ik dep dat eerst een beetje in met mijn vingers en dan gebruik ik deze 100% borstel om het allemaal mooi open te smeren. Het is concealer, mannetjes. Ik had mij versproken. Dat kun je gebruiken als primer. Ziezo, dus de concealer rijkelijk aanbrengen onder de oogleden. En ook erop. Kan allemaal geen kwijt. Je kan dat ook met een beauty blender doen. Met je vingers of met een borstel. En 100% heeft nu echt fantastische beauty blenders uitgebracht. Dus dat is wel leuk. Ziezo. Looking good. Oké. Dus fase 1 was de liquid concealer. En dan gaan we natuurlijk naar de foundation. Ik gebruik de Loose Mineral Foundation. Foundation poeder. Maar 100% heeft ook liquid foundation in het gamma. En het kleurtje dat ik gebruik is 3.0.
Ik heb een redelijk olijfkleurige ondertoon en dat is de perfecte kleur voor bij mij. Dus ik doe dat altijd een beetje in het dekseltje van het potje. Indien dat jullie vragen hebben, stel ze gerust. Het team van 100% staat klaar ook om ze te helpen beantwoorden. Oké, dus foundation hierin en dan gebruik ik mijn favoriete borstel. En dan... Dag Tiffany! Oké. Altijd een beetje afkloppen. En dan gaan we de foundation geleidelijk aanbrengen over heel het gezicht. Ook de nek niet vergeten, de oren, anders krijg je een masker. Dus overal goed aanbrengen. Ik ben geadviseerd geweest voor het kleur bij de apotheker. Dus goed. Het ziet er al goed uit. Je ziet zelf een beetje wanneer je vindt dat genoeg is. Hè? Dus echt goed opensmeren. Voilà. En dat canvas ziet er al zeer goed uit, vind ik. Voilà. Dus wat hebben we nu al gedaan? We hebben al concealer gedaan. En foundation, dat is het begin van een goede make-up look. En dan gaan we een beetje kleur geven. Hè? De jukbeenderen een beetje aanzetten, het voorhoofd wat kleiner maken. En daarvoor gebruik ik deze poeder, bronzer. Ik gebruik Le Soleil Pour Les Brunettes. En dat ga ik met deze platte met deze doen. Dus. Let's do this. Goed afkloppen. En dan start ik altijd zo net onder de jukbeenderen. Zie? Ik krijg al een mooie glow. Nu, die minerale make-up is echt wel zeer goed voor de huid. En ik heb een heel gevoelige huid. Dus ik ben echt fan van 100%. Een beetje te veel. Dat is niet erg als je een beetje te veel hebt. Gewoon goed open smeren. Is de boodschap. En ik pak ook deze mee. Mensen zeggen vaak van je moet zo'n 3 maken. En dat klopt, maar ik vind het makkelijker om goed hard op dezelfde plaats even te wrijven. Zie zo. We hebben al wat meer kleur, hè. Dus. Ah ja, en wat ik ook tof vind, is om met die bronzer de neus een beetje aan te zetten. Dus we hebben nu de 3 gemaakt voor contour. En dan ga ik de neus eigenlijk ook een beetje contouren. Daarmee kan je hem smaller maken. Maar dat is heel subtiel. Je moet daarvoor geen expert zijn in make-up om dat te doen. Dus wat doe ik dan eigenlijk? Gewoon zachtjes. Oei, ik heb al wat te veel genomen. Zachtjes de neus contouren. Goed afkloppen. Ziezo.
En dan hebben we al deze look. Dus nog even herhalen. Concealer. Losse foundation. En bronzer. Heb ik nu al aangebracht. Het ziet er al mooi uit. Oké. Ik ben tevreden. Natuurlijk kan je zoveel mogelijk, zoveel wrijven als je zelf wil, totdat je zelf vindt dat de look er goed uitziet. Dan gaan we naar de ogen. De vorige keer, voor de mensen die de vorige keer gekeken hebben, had ik een Rose Gold Summer Glow met meer de roze pigmentkleuren gebruikt voor de oogleden. Vandaag ga ik meer de bruine tinten gebruiken. Dus met wat start ik? Met een eye primer. Dat zorgt ervoor dat de make-up op zijn plek blijft zitten, heel de dag, heel de avond. Dat is echt wel een must-have, vind ik. Want als ik dat niet gebruik, gaat de make-up snel zo tussen de huidplooien van mijn oogleden terechtkomen. En dat is altijd jammer, hè? Het kleur van concealer dat ik gebruikt heb, Els, is nummer 2.0. Oké. Dus die primer. Ga ik een beetje uitsmeren. En dan kunnen we beginnen met de kleuren. En mijn oogschaduwpalet dat ik gebruik is nummer 1. Dat zijn mijn kleurtjes. Super mooie packaging trouwens ook. Soft touch. Dus, met welke kleur ga ik starten? Ik ga eerst zeggen met welke borstel ik ga starten. Ik neem deze borstel, die is zo wat fluffy. En daarmee ga ik beginnen. En ik begin ook met een zachter kleurtje. Dus vandaag gingen we de donkerdere kleuren nemen. Ik begin met kaneel vandaag. Dat is dat bruiner kleurtje. Het heeft ook wel zo wat een rode schijn in, maar ik vind dat heel mooi. Goed afkloppen, dat je niet te veel product neemt. Oké, en dan begin ik in de crease. Zo net boven het ooglid, dus nog niet op het ooglid, maar erboven. Je ziet het pigment van de 100% paletten is echt wel heel, heel mooi. En dan mag je echt gelijk ruitenwassertjes van links naar rechts gaan. Ziezo. En dan de andere kant ook. Weer goed afkloppen. Dus ik heb het kleurtje kaneel gebruikt van palet nummer 1. Dat is echt een super paletje om dagelijks te gebruiken. Fantastische nude kleurtjes. Ik ben helemaal fan. Oké, dus dat is de basis. En ik ga dat kleur ook met dit penseel. Dus ik heb dat nu aangebracht met dit penseel, de bovenkant. En dan ga ik met dit penseel, dat is ietsje korter en ietsje harder, ga ik hetzelfde kleur aan de onderkant van de ogen aanbrengen. Dus hetzelfde kleurtje, die kaneel. Ga ik nu hier aanzetten, net onder de wimperlijn. En dan krijg je zo'n een heel mooie zachte schaduw. Dat is echt niet moeilijk en je moet ook niet bang zijn dat je iets fout gaat doen, want je kan bijna niets verkeerd doen. Ook deze kant. Net onder de wimperlijn zetten we een kleine schaduw.
Ik heb ook redelijk diepliggende ogen normaal gezien, dus daarom ga ik nooit echt in het oog. En als ik er zo net rond ga, vergroot dat ook mijn ogen. Oké, that's the start. En dan gaan we verder. Dus ik heb al deze twee borstels gebruikt. Eerst deze voor de bovenkant, dan die hardere voor de onderkant. En nu ga ik deze borstel gebruiken. Ik ga hem ook een klein beetje nat maken, want ik ga de ooghoeken een beetje met een donkerder kleur aanzetten. We beginnen met het kleurtje taupe. Taupe is een soort grijs, paarsachtig kleur. Er zit ook zo een kleine schittering in en dat vind ik wel tof. Dus weer goed afkloppen. Kleur taupe. Een keer zien wat dat geeft. Oh, dat vind ik wel mooi. Alweer een heel mooi pigment. Dus ik ga nu vooral van de binnenkant van het ooglid tot aan het midden. Het einde laat ik nog eventjes over, want ik ga daar subiet met een ander kleurtje te werk gaan. Dus van de binnenkant van het ooglid tot aan het midden. Dus die zo. Dat is dus top. En dan ga ik met het kleurtje Boucher, dat is een heel donkere bruin, de ooghoeken een klein beetje aanzetten. Ik denk dat een foute kleurmatch, dat eigenlijk niet echt bestaat. Je moet experimenteren met kleuren, vind ik. En voor de ene persoon staan blauwe kleuren of groene kleuren heel, heel mooi. Bij de andere persoon staan goudkleuren of bronskleuren beter. Je kunt echt van alles uitproberen, mixen en mengen. En ik denk niet dat er een fout iets bestaat. Dus je ziet, dat is een beetje donkerder. Boucher is ook een matte kleur. Maar het is heel belangrijk dat we alles straks goed gaan blenden. Blenden is de key. Dus de hoeken. Ziezo. Looks great for a night out. De andere kant. Dat bruin is echt top. Het mag soms wel een keer wat meer zijn, hè? Het moet niet altijd braaf en naturel zijn. Nu dat de restaurants terug open zijn, is het wel leuk om een keer iets specialer te doen, eigenlijk, hè? Ziezo. En dan ga ik nu dus... Ik heb nu drie kleuren op mijn oogleden. Dus eerst kanel, dat licht oranje van boven. Dan heb ik taupe en dan boucher. En nu ga ik blenden, zodat alles mooi één geheel vormt.
Kim, ja, voor een dagdagelijkse look, wat doe ik eigenlijk altijd? En dan als ik mijn paletje gebruik van 100% nummer 1, pak ik altijd kleur café en macaron. En ik zet dat aan in de crease, alleen net boven het ooglid en ook aan de onderkanten. En dan mascara en een mooie eyeliner. En dat is mijn to-go daily look. Echt top, top, top. Maar dus dat is meer voor een etentje bijvoorbeeld. Oké, we gingen blenden. Dus ik pak deze blendborstel. En dan pak ik terug het kleurtje kaneel. En ik mix dat wat met café. Zodat het toch iets zachter wordt. En dan ga je eigenlijk als het ware als ruitenwissertjes van links naar rechts. Alles goed mixen. Totdat je één mooi geheel krijgt eigenlijk, hè. Ik vind dat leuk dat het kleur dat uitloopt een beetje zachter is dan het kleur op het ooglid. Daarmee dat ik ook kaneel genomen heb, dat is zo iets meer oranje, brons. Dan krijg je eigenlijk een ambre effect. Dus goed blenden, ook de andere kant. Zo, links, rechts, links, rechts, links, rechts. En je moet echt niet bang zijn. Je mag daar hard op duwen eigenlijk. Echt zo in de huid duwen, hè. Ziezo. Een keer van ver kijken. Oké. Ziet er al goed uit. Ik ga ook met het kleurtje Boucher, dus dat donkerder, dat ik in de ooghoeken heb aangebracht. Ik ga daar ook een klein beetje mee aan de onderkant van mijn... aan de onderste wimperlijn een klein beetje in de hoeken mee aanzetten. Ik gebruik daarvoor deze borstel. Ik ken eigenlijk de borstelnamen niet zo goed. Sorry, Kerry. Maar deze, die is zo wat afgerond. En daarmee ga ik dus de onderkant een beetje aanzetten. Je kunt heel precies werken met die borstels. Een beetje. Ziezo. Dat geeft toch een beetje het extra effect, hè? Oké. En ondertussen ga ik ook mijn wenkbrauwen doen. Voor de wenkbrauwen, ga ik mijn Smooth Eyebrow Pencil gebruiken. Het is eigenlijk zeer tof, want je hebt aan deze kant een borsteltje om je wenkbrauwen eerst mooi te kammen. De brow brush. En dan met het potlood kan je de wenkbrauwen een beetje opvullen. Ik vind een te zware wenkbrauw nooit mooi wanneer dat je eigenlijk al een donkere oogmake-up look hebt. Dus probeer heel zachtjes te werk te gaan. Voilà. De vorige keer had ik ook al een tip gegeven, maar ik zal hem nog eens herhalen. Hoe weet je nu hoe ver dat de lijn van het uiteinde van je wenkbrauw mag komen? Dus alles is eigenlijk angles in je gezicht. Dus wat doe je? Je pakt het
potlood van 100% en je legt het naast je neusvleugel. En dan zie je waar dat die uitkomt. En dan mag je eigenlijk tot zover gaan. Dus we gaan een beetje verder tekenen. Ja. Looks good. Oké, ook de andere kant. Lichtjes inkleuren. Het hoeft niet te veel te zijn als je al een donkere oogschaduw hebt, vind ik. En ook hier kunnen we even kijken hoe ver we kunnen gaan. Oké. En dan een beetje uitwrijven. To smooth it. Voilà. De perfecte wenkbrauwen. Dankzij dat potlood kan je echt ook wel gaan bijtekenen indien dat nodig is. Ziezo. Wenkbrauwen. Klaar. En dan pak ik vlug even terug mijn palet erbij. En ga ik nu met het lichte kleurtje nacré. Dat is bijna wit. Hier een klein beetje licht zetten. Ik zou mijn borstel eerst een beetje moeten afspoelen. Ja. Dat we... Dus met nacré, dat is een zeer lichte kleurtje. Ga ik net onder mijn wenkbrauw een beetje oplichten. Om mijn ogen toch nog groter, een beetje groter te laten lijken. Hè. Oei. Ja. Op de andere kant. Dat doet toch veel met een oog, hè? Dus, hoe ziet dat er hier al uit? Wenkbrauwen gedaan. Oogleden gedaan. Het is ook leuk, je kunt dat lichtkleur ook een beetje bijvoorbeeld aan de binnenkant van je ooghoeken aanbrengen. Dan lichten die zo wat op. Ziezo. Oké. Dan zitten we daar al. Voor de volgende stap gebruik ik mijn liquid eyeliner. Mijn favoriet. Het is echt een supergoed borsteltje. En als je ermee schudt, er zit zo'n bolletje in. Dat er eigenlijk voor zorgt dat je eyeliner er goed uitkomt. Dus... Sommige mensen kunnen bang zijn om dat te gebruiken. Ik ga eerlijk zijn, het is niet gemakkelijk, maar less is more. Oefent dat een paar keer voor de spiegel en dat moet maar een klein beetje aanzetten zijn. Ik ben er zelf ook niet helemaal goed in, maar probeer het gewoon. Dus ik ga nu net boven de wimperlijn mijn ogen een beetje aanzetten met deze liquid eyeliner. Voilà. En less is more. Meer hoeft dat niet te zijn. Ja, sorry dat ik zo dicht bij de camera zit, maar anders zie ik niet wat ik doe. Misschien moet ik er vlug even een spiegel bij pakken. Om dat gelijk te krijgen, dat is altijd het moeilijkste. En ja, oké, het ziet er wel ongeveer hetzelfde uit. Mocht het niet gelukt zijn met je liquid eyeliner, pak er een oorstokje bij. Je kunt het heel gemakkelijk terug
afvegen. Ziezo. Oké, ik heb er helemaal warm van gekregen. Oké, dan gaan we verder met mascara. En ik gebruik altijd eerst een primer. Ik heb zelf heel korte wenkbrauwen van nature. Wenkbrauwen. Ik verwissel hier alles, hé. Wimpers. Ik heb heel korte wimpers. En deze primer, lash primer, zorgt ervoor dat de wimpers al een beetje langer worden. Dus, dat is wit. Zo. Ik gebruik altijd een primer. Ik merk ook, ik weet niet of dat iets wetenschappelijk is, maar ik merk ook dat wanneer ik mijn ogen ontschmink, mijn mascara afdoe, dat het eigenlijk beter gaat omdat ik al een primer heb aangebracht. Maar ik weet niet of dat komt door de primer of niet. Dus dat is om lange wimpers te creëren. En dan gaan we natuurlijk erover met de fantastische mascara. Mijn favoriet. Deze laat ik niet meer los. Kerry, ik heb een vraagje. Maken jullie die ook in mini voor mee te nemen in de handtas? Want het zou wel gemakkelijk zijn. Dat is mijn all-time favorite. Oei. No. Oké. Kan gebeuren. Voilà, opgelost. Nu zo. Ook de onderkant een klein beetje aanzetten. Wow. Zie wat een verschil. Oké. Misschien komen de minis nog later van de mascara. Echt fantastische mascara. Ach, goddamn. Oei. Oké, we gaan dat hier snel even oplossen. Voilà, ik heb hier momenteel geen oorstokjes bij. Maar dus, dat is echt wel een goede tip om een oorstokje bij te hebben. Oké, we gaan daar nog een keer met borstelken over. Voilà. Niets gebeurd. Oké, we gaan al een keer kijken. Looks good. Dus alles ligt hier nu door elkaar. Dus we hebben een prachtige mascara. Voor sommige mensen, soms is het ook wel leuk om eigenlijk met het zwarte oogpotlood in het oog te gaan. Om nog een beetje je oog meer aan te zetten. Ik kan gelijk niet op mijn woorden komen vandaag. Dus dat zwarte potloodje. En wat doe ik dan? Ik trek voorzichtig mijn ooglid omhoog. En dan ga ik echt zo daar een beetje inkleuren. Ziezo. Alle details helpen, hè. Oké. Dan gaan we naar de lippen. Saint-Pourçant heeft mijn all-time favorite lippenstift en lippotlood.
Maar voor ik die ga aanbrengen, gebruik ik deze lip primer. Ja, ik gebruik eigenlijk redelijk wat primers, hè. Maar ja, ik vind het echt wel belangrijk. En dat zorgt er gewoon voor dat de make-up goed blijft zitten. Dus, lip primerke. Voelt zeer zacht aan. En dat zal ervoor zorgen dat mijn lippenstift ook langer blijft zitten. Oké, dus mijn favoriete producten ever is crème brûlée en plum. Dat potlood, fantastisch. Oei, ik ben het vergeten slijpen. Oh nee. Oké, ik hoop... Ja. Je ziet, ik gebruik dat dus elke dag. Ermee dat het... bijna op is. Nu, met een lipliner hoef je niet altijd enkel de omrandingen te doen. Je kan ook al heel je lippen inkleuren. Ja, Aniek, ik ga dadelijk de kleuren van mijn oogschaduw nog een keer herhalen. Het was veel, hè? Ik weet het. Ziezo. Dat is de lip liner kleurtje taupe. Zie hoe wit dat mijn tanden worden. Oké, en dan mijn crème brûlée lippenstift erover. Ja, ziet er goed uit, hè? Oké. Ik zie wat ik al vergeten ben en dat is eigenlijk highlighter. Ik heb eigenlijk enkel met het palet een beetje highlight aangebracht, net onder de wenkbrauwen. Maar dat is perfect. Dat was het kleurtje nacré dat ik heb gebruikt voor onder de wenkbrauwen wat op te lichten. En ook in de ooghoeken. Maar voor de grotere stukken gebruiken we beter echte highlighter. En daarvoor hebben we dit fantastische compacte triootje. Ik ga nu enkel de highlighter ervan gebruiken, maar er zijn hier drie kleuren. Je hebt een highlighter, bronzer en een blush. En ja, het is fantastisch, want kijk, hier staat ook nog een keer heel mooi uitgelegd waar dat je dan juist moet aanbrengen. Het is zeer compact voor in je handtas mee te nemen. Alja, top. Maar dus ik ga nu deze highlighter gebruiken. Kijk hoe shiny. Wauw. Oké, en dan hebben we deze platte borstel. Dun. Plat. En dan, dat is eigenlijk perfect voor de highlighter aan te brengen op net waar dat het nodig is. Dus we gaan dat op de jukbeenderen doen. Dus je voelt dat, hè? Dus hier hebben we de contour gezet en dan hier die harde jukbeenderen. Daarop mag die highlighter komen. En voilà. Dat is precies een veertje. Ik pak dat oog nog maar een keer mee. Dan krijg je de perfecte glow. Zie. We kunnen dat subiet nog een beetje meer blenden. Ik ga dat ook... Eigenlijk moet je dat voor je lippenstift doen, maar net boven de bovenste lip. Mijn lippenstift is crème brûlée.
Oké. En dan vind ik dat ook leuk om op de neusbrug aan te brengen. En topje. En een beetje de kin. Ziezo. Maar dus, dit palet legt ook uit waar je die highlighter allemaal kan aanbrengen. Hè? Dus hier, hier, hier. Op de jukbeenderen. Oké, en dan ga je dat nog een keer... Ik ga dat hier nog een keer goed blenden. Als laatste. Ziezo. Dus voilà. Onze look ziet er goed uit. Het is perfect voor op restaurant te gaan. Girls night out. En ik denk dat we er zijn. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Het was een keer iets anders. Het was een keer een beetje een look voor 's avonds. En Carrie. Dankjewel, Ellen. Ja, ik ben echt super fan van de producten. Ik ben heel blij dat ik mag samenwerken met 100%. En ik sta er 100% achter. Het is mineraal, het is perfect voor de gevoelige huid. En je kan er fantastische looks mee creëren. Ah ja, we gaan nog even alles fixen, vastzetten. In de zomer, op warme dagen zoals deze, is het eigenlijk leuk om die in de frigo te zetten. En dan heb je een verfrissende spray over je gezicht. Dus. En die verstuift heel mooi en laat geen vlekjes of druppels achter. Dus echt top. Ziezo, dat was het weer voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk om naar te kijken. Dag Vicky, dag Ria. Tot de volgende. Bye bye.